Zo, welkom terug allemaal. Vandaag is het totaal anders, een video rond koffers. En heel specifiek de Pelican cases, dus je ziet hier de merknaam staan. En dat is eigenlijk een zeer degelijk merk. Ze hebben een praktische monopolie als het gaat over materiaalkoffers. Dus een materiaalkoffer, wat verstaan we daaronder? Dat is een koffer zoals deze, die heel sterk uitgevoerd is. Dus die tijdens transport uw materiaal beschermt. Je hebt van Pelic heb je heel veel verschillende groottes, afmetingen en uitvoeringen. Dit is de 1510 case en die heeft als extra wieltjes onderaan hier en een handvat, zodat je die achter je wagen als een trolley kunt meenemen op het perron, op het vliegveld. Verder, qua features zijn eigenlijk de meeste features op elke Pelican case beschikbaar. En dan hebben we het over de sterke punten van de Pelicoffers. Dus eerst en vooral aan de buitenkant heb je een ABS materiaal, dus een heel sterk plastic composietmateriaal. Je ziet ook dat die hoeken allemaal afgerond zijn. En juist doordat die afgerond zijn, biedt dat veel meer stevigheid dan een rechte hoek. Je ziet ook degelijke scharnieren. Hier de scharnierpunten. Dus dat zijn degelijke, grote, stevige stukken plastic die zullen niet zomaar afbreken. En hierin zit een ijzers verwerkt, ook aan de voorkant. Ja, ik zal de koffer wat moeten rondgooien om alles te kunnen laten zien. Hier zie je metalen verstevigingen, dat zijn eigenlijk punten waar je de koffer kunt met hangsloten bijvoorbeeld afsluiten. Verder heb je twee sluitingen. Afhankelijk van de koffer kan die sluiting anders zijn, opnieuw in plastic, ABS plastic, composietmateriaal, heel stevig uitgevoerd. En eenvoudig te bedienen. Rondom rond is een rubber dichting voorzien. Dus die kun je hier dus waarnemen. Hier zit een rubber in verwerkt. En hier is een regel, dus eigenlijk is het water en stof vrij afgesloten. Dus je materiaal binnen is volledig afgeschermd. Wat kan ik u nog vertellen over de buitenkant? Dus de harde plastic. Ja, je hebt twee hendels. Je hebt hier een handvat en je hebt hier een handvat. En ook wel heel belangrijk als je je materiaal wilt gaan transporteren op bijvoorbeeld een vliegtuig of naar tropische gebieden. Een drukventiel. Dus dat ventiel kun je openen of toezetten om eigenlijk automatisch de druk te regelen in de koffer. En dan zoals ik al zei voor het 1510 model specifiek de wieltjes en het handvat. Nu moet ik wel zeggen, die wieltjes, doordat je die wieltjes op dit model hebt, krijg je binnen in de koffer een kleine uitsparing. En dat is hetgeen dat je hier te zien krijgt. Dus dit stuk verlies je eigenlijk qua volume in de koffer. Maar dat is minim. En je kan die koffer natuurlijk ook zonder die wieltjes krijgen, dan heb je de volledige kofferruimte ter beschikking. Aan de binnenkant dan. Dus je hebt hier een foam, dat kan je er ook uithalen. Desgewenst. En vervangen door bijvoorbeeld een organizer, waarbij dat je dan verschillende vakjes hebt. Of door ander materiaal, je kan daar je eigen padding in voorzien. Je hebt eigenlijk voor de binnenkant twee opties. Je hebt ofwel dit plukschuim. Dus dan kan je hier zien dat uit dit plukschuim zijn al verschillende compartimenten uitgehaald. En dat werkt eigenlijk, hier zie je het een beetje, je hebt, je kan het hier ook zien. Je kan eigenlijk, als je hier naar kijkt, die reepjes, dus het zit zo in die koffer, volledig gevuld met dergelijke reepjes. Hij kan elk reepje eruit halen. Dat je eigenlijk nodig hebt om je materiaal op te slaan. Dus hier past nu bijvoorbeeld een flits in. En dan zou je zien, die past daar zo in. Dus dit is allemaal uitgehaald. Daar past die flitsen perfect in. Hier zie je ook bijvoorbeeld dat dat min of meer rond uitgespaard is voor het plaatsen van een lens. Dit is ook voor het houden van een lens. Lens, lens. Nog een lens. Zoals dat je hier ziet, heb ik eigenlijk voornamelijk één flitser lenzen. En ik hoop dat dit voor een lader was of
filters, hier zit een body in, hier past ook nog een body zonder lens. En zo kun je zelf een volledige indeling gaan maken. Het alternatief voor dit schuim, dat is een andere indeling die je ook kan aanschaffen, afzonderlijk. En die lijkt eigenlijk op hetgeen wat je in dergelijke tassen vindt, dus met die dividers heet dat. En dat zijn gewoon stukken die je eigenlijk kunt zelf op de gewenste positie gaan plaatsen. Dus zo'n stukken die je met velcro kunt gaan verschuiven. En voor deze koffer is dan typisch een rand uiteraard. Ook een boven- en onderkant. En heb je hier een grote divider en dan kun je hier verschillende dividers gaan positioneren. Maar zoals gezegd, als je je materiaal, dus je hebt verschillende groottes, verschillende formaten, als je je materiaal wil gaan transporteren op een veilige manier, die ziet hier past heel veel in. En alles is goed afgeschermd. Alles is ook veilig voor schokken, voor vocht, voor vuil. Noem maar op, als je iets op reis wilt meenemen, een hele materiaalkoffer vol materiaal, dan zijn die Pelican cases zeker de moeite waard om te bekijken. Ze zijn niet goedkoop, maar ze gaan eigenlijk een leven lang mee. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende video.